Nederlandse kom af, dames en heren, Rick Mol. En dan direct maar door naar de tweede man. Hij is al zojuist even geïntroduceerd als de Nestor van de Nederlandse bugelgeschiedenis. Oftewel, de trompetfluisteraar van de Lage Landen, dames en heren. Ak van Rooyen! In dit gezelschap. Ik was vroeger altijd de jongste en ineens, ik weet niet wat er gebeurd is. Dan ben je ineens eruit, dat is heel gek. Ik vind zelfs wat fijn tussen al dat talent dat er allemaal hier zit. Het is een heel moeilijk instrument, er zijn er nog een paar te koop als hier. Ik wil eigenlijk even heel kort iets zeggen. Dat is een paar woorden over het improviseren. Het is eigenlijk is het een gesprek met jezelf. En u mag dan toe luisteren om tegen betaling dat te horen. En het is steeds een vraag en een antwoord. Ik speel bijvoorbeeld 4 tonen en dan zingt u met aan. U kunt dat ook zien bijvoorbeeld op die YouTube, speel ik het met de DDR-orkest. Als u een keer op de bank zit en het regent, dus misschien. Het is ook de eerste keer dat ik met Rick Mol samenspeel. Ongelooflijk, zo'n klein landje en dan, ja, hij zit natuurlijk in het grote werk. Met de taxi heen en thuis. Never been in love before. Thank you.
niet voor.